Ja, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de Cultuurmachine met mij, Nadine. In deze eerste aflevering na de zomerstop bezoek ik onder andere de Africa Fashion Week in Amsterdam. Today we having the second day of Africa Fashion Week Amsterdam that promotes culture in the form of fashion, art, food and music and dance. And we have 25 designers that are showcasing today from various parts of the world. You could think of countries like Congo, Kenya, Cameroon, Nigeria, Ivory Coast, Guadeloupe, France. Ja, want 2 uur voor de show bekijken we even hoe het gesteld staat met de stress. Ik ben wel koelbloedig, dus dat is niet een groot probleem. Maar ik merk wel van, omdat iedereen nu aan het stressen is, een beetje aan het rasje, dat het ook wel een beetje een tol op mij neemt, maar voor de rest, mijn hoofd is gewoon cool. We gaan even backstage. Ja, top. Zo, we doen even de deur open hier. Hier zijn nog de laatste kleine details die we aan het doornemen zijn met de opening act van de dansers. Dit gaat straks helemaal vol staan. Ja, hier wordt gemake-upt. Je ziet hier dat ze al in de make-up zitten. Vanochtend hebben we ook de laatste fittings gedaan. Nou, in principe heeft iedereen alles voorbereid, maar het kan altijd zijn dat er nog last minute veranderingen zijn, maar niet te veel veranderingen natuurlijk. Hoe staat het met de chaos hier? Ik vind het nog wel redelijk rustig ogen. Nu is het nog redelijk rustig, omdat we eigenlijk het meest hectische vanochtend hebben gehad. Dat was tijdens de fittings en iedereen komt aan en we moesten toch even passen en meten. Dat is nu gebeurd. En nu gaan we over tot het tweede gedeelte na de lunch, waarbij we ons klaarmaken voor de show. En dan is het showtime. Je bent een van de designers van de show. Hoe is dat? Ja, ik vind het echt helemaal geweldig. Ik heb al heel veel mooie dingen voorbij zien komen. Prachtig. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om met heel veel andere designers, collega-designers, zo'n mooi evenement neer te zetten. Weet je, in het atelier dan denk ik altijd, oh leuk wat we doen. En als het dan in één keer op de catwalk komt, geshowd door modellen daar, en de muziek en het licht alles, dan vind ik het echt helemaal geweldig. Dan komt het pas echt tot z'n recht wat we maken. En kan je mij laten zien wat je maakt? Ja, nee, ik kan bijvoorbeeld dit even laten zien. Ik zal even een rondje doen. Ja? Super gaaf jasje. Wow. En wij gaan vooral voor de verbinding van verschillende culturen, nationaliteiten. Waarbij wij dus de Nederlandse molen, maar wel weer met een African print. Gewoon voor de verbinding, omdat we het zo leuk vinden. Een touch van Afrika. Ja, een touch van Afrika. Ja. Nou, jij hebt je handen vol ondertussen.